Voor het laatst wappert de Nederlandse vlag op het paleis aan het Koningsplein te Batavia. Het is de dag van de soevereiniteitsoverdracht. De sultan van Yogyakarta leidt de Indonesische delegatie bij de plechtigheid, die verder onder andere wordt bijgewoond door Dr. Hirschfeld, de hoge commissaris van Nederland in Indonesië. De heer Lovink betreedt met de sultan van Jogja de zaal van het paleis, waarin de overdracht zal plaatsvinden. Kort daarop houdt de hoge vertegenwoordiger van de kroon een rede, waarin hij woorden spreekt van hoop, geloof en vertrouwen in de toekomst, en welke hij eindigt met de wens, welke leeft in het hart van het Indonesische volk. Mogen vrede heersen, de reis voorspoedig groeien en de natie in kracht toenemen. God zegene uw land en uw volk. Nadat sultan Hamengkubuwono deze toespraak heeft beantwoord, vindt de ondertekening van de akte der soevereiniteitsoverdracht plaats. In Amsterdam worden op hetzelfde ogenblik ook de stukken getekend. De rede die Hare Majesteit de Koningin daar uitsprak, werd in Batavia door de delegatie staande aangehoord. Onmeetbaar groot is de voldoening van een volk dat zijn vrijheid verwerkelijk ziet. Hoe immens zwaar de taak ook is die deze jonge natie zich op de schouder stilt. Als de woorden van de koningin verklonken zijn, trekken de sultan en de heer Lovink zich terug. De aanwezigen begeven zich daarna naar de tuin voor het paleis om getuige te zijn van de vlagwisseling. Het Wilhelmus. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top. Onmiddellijk hierna vertrekt de heer Lovink naar het vliegveld Kemayoran om naar Nederland terug te keren. Hij wordt uitgeleide gedaan door de ministers Roem en Anak Agung. De volgende dag hebben velen zich naar hetzelfde vliegveld begeven om president Sukarno te begroeten, die van nu af in Jakarta, zoals Batavia nu heet, zijn zetel zal hebben. 2 Dakota's van de nieuw opgerichte Indonesische luchtvaartmaatschappij hebben de president en zijn gevolg uit Yogyakarta hierheen gebracht. De kinderen van ingenieur Sukarno die met hem uit Jogja meekwamen vertrekken eerder. Na een kort oponthoud begint dan de intocht van de president in de hoofdstad van de Verenigde Staten van Indonesië. Het wordt een triomfale rit van het vliegveld naar het paleis aan het Koningsplein. Op het bordes van het paleis wordt ingenieur Sukarno onder andere opgewacht door Sutan Sjahrir. In een hartstochtelijke redevoering roept president Sukarno het Indonesische volk op te werken en te strijden voor de nationale eenheid. Dan, saudara-saudara sekalian. Apa sebab sekarang Sang Dwiwarna bisa berkibar di sini? Hak lain tak bukan jalan oleh karena rakyat Indonesia yang 70 miliar ini berjuang mati-matian.